We gaan verder met de zesde kletser die hier vanavond in de ton zal staan. En dat is Peter Jacobs. Hij doet dit jaar voor de derde keer mee. Al als eerste als klassiek fluitist en vorig jaar als wereldreiziger. En dit jaar is hij terug. Vroeger, zo zei hij zelf, was alles zeker anders. En was het een heel ander sprookje. En nu is hij hier terug als bewoner van Huize Elisabeth. In Dommelbaarsdurp is in de laatste jaren een hoop veranderd. En is Vught wel veilig voor oudjes? Is ons centrumplan wel 2.0? Ik vraag u een hartelijk applaus voor onze zesde kletser van vanavond, Peter Jacobs. Dommelbaarsdurpers, goedenavond. Ik ben Dick. Ja, niet dat ik Dick ben, maar ons vader die heette Dick en daar hebben ze mij naar vernoemd en daarom ben ik dus Dick. Ik ben dus niet Dick, maar ik heet Dick. Ze hebben mij wel eens gevraagd: Dick, als je zo dik bent, waarom ga je geen doktersdieet doen? En dat heb ik gedaan. Het dieet was van dokter Oetker. Of moet ik zeggen dokter Oetker? Ja, ik snap dat trouwens niet. Genoemd koetjesrepen toch ook geen... Sprookjes beginnen eigenlijk altijd hetzelfde. Er was eens. Dit sprookje dat begint ook zo. Het duurt niet lang, je hoeft niet weg te lopen. Dat is maar een heel kort sprookje. Er was eens een jongen en die vroeg aan een meisje: wil je met me trouwen? En de meisje zei: nee. En die jongen leefde nog lang en gelukkig. Ja, seks en ons Jacoba, dat is waar. Ja, want als je ouder wordt, zo'n jaar of 80, dan heb je niet zoveel seks meer. Maar ja, ik denk ik moet toch een keer proberen. Dus ik ben een beetje zo aan het speulen onder de lakens. En toen zei ons Jacoba in één keer: stop! Zonder condoom geen seks, zei ze. Ik zei: maar schatje, maar op jouw leeftijd kan je toch geen kindjes meer krijgen? Nee, zit ze, maar wel salmonella met zijn oude eier. Van de week, ik zat televisie te kijken naar het programma met Jacoba, Opsporing Verzocht. Maar ja, je hoort de laatste tijd wat zoveel. Toen ging in een keer die deurbel. Ik denk, dat is toch Link? Dus ik loop naar de voordeur, doe het gedeintje een beetje opzij, staan nog twee mannen aan de deur, alle twee verkleed. Ze waren van de politie. Die kwamen ons waarschuwen dat er in het centrum in Vught een inbreker zeer actief was. Het zou gaan om een hele schele inbreker. Dus als die door de raam kijkt bij jou, dan moest ze de buurman bellen. Gisterenavond, toen ging er weer de bel. Maar toen stonden er twee kindjes aan de deur. En die twee kindjes, die hadden geen ouders meer, vertelden ze. Die kwamen tekeningen verkopen en van dat geld wilden ze dan eten gaan halen. Best triest. Maar ik zeg: wegwezen. En wegwezen, dat ga ik nou ook doen. Houdoe.
applaus voor Peter Jacobs.